vraagstukken oplossen met goniometrie. Level 1. Willy gaat weer avontuurlijk doen en hij waagt zich deze keer aan een dead ride. Ja, Willy heeft heel veel plezier vandaag. De vraag die gesteld wordt, hoe lang is de dead ride kabel? Wel, we gaan eerst eens eventjes kijken naar de gegevens. Wel, de paal waar de kabel aan bevestigd wordt, is 43 meter. Bij aankomst is die paal nog 3 meter hoog. Dus dat wil zeggen, ja, als we de situatie bekijken, dat we volgende rechthoekige driehoek kunnen construeren. 43 meter is de oorspronkelijke paal. 3 meter schiet er uiteindelijk nog over. Dus de rechthoekzijde die dat wij gaan nodig hebben, die is 40 meter. We krijgen ook als gegeven dat de hellingsgraad van de dead ride 85 graden is. Ja? En hoe lang is de dead ride kabel? Wel, dan gaat het over deze zijde. Ja? Dit noemen we de schuine zijde van onze rechthoekige driehoek. Die 40 meter is de aanliggende rechthoekzijde van onze hoek van 85 graden. Als we dan terug gaan nadenken over welk goniometrisch getal we deze keer gaan moeten gebruiken, dan moeten we het verband tussen de aanliggende rechthoekzijde en de schuine zijde zoeken. Wel, dat verband wordt uitgedrukt door de cosinus. Dus de cosinus van die scherpe hoek van 85 graden, ja, is de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. We schrijven altijd eerst onze formule op en dan gaan we die formule terug gaan invullen. Dus we zetten onze dubbele pijl. Het gaat over de cosinus van 85 graden. De aanliggende rechthoekzijde, altijd eerst goed kijken, de aanliggende rechthoekzijde is die zijde van 40 meter. En de schuine zijde, die moeten we berekenen, dus die noemen we x. We hebben hier een vergelijking waarbij onze onbekende x in de noemer staat. Wel, dan gaan we dat in twee stapjes oplossen. We gaan eerst die gedeeld door x overbrengen naar het andere lid, zodat het maal x wordt. Dan krijg je x maal cosinus 85 graden is gelijk aan 40. Ik ga die eenheid eventjes weglaten. In mijn volgende stap ga ik dan de x gaan isoleren. Dus ik breng de maal cosinus 85 graden. Dat is één getal. Brengen we als factor over. En dan krijgen we dus x is gelijk aan 40 gedeeld door cosinus 85. En als we dan ons rekentoestel er eventjes bij nemen. En reken dit zeker ook eventjes na. En je typt in 40 gedeeld door cosinus 85. Dan kom je uit op 458,9. Dus hoe lang is de dead ride kabel? Wel, de dead ride kabel was 458,9 meter. Dit was voorbeeld 2.